is vandaag zondag 20 juni. En ik zit hier in de kelder van de Joker tegenover Henk Rijkaard. Hey, hey. Hey, Henk. Dat is lang geleden, hè? Ja, maar ja, clichématig. Ja, het is sowieso... Meestal zien wij elkaar wel zo optredens in de Joker. Of tijdens de Gentse feesten. Of ja, zien we, ja, dat is allemaal niet gebeurd, hè? Allemaal niet gebeurd, nee, inderdaad. Ja, ik moet al heel hard veranderd hebben. Ik heb het er net gezegd. Ja, ik krijg er waarschijnlijk nog te weinig complimenten. Ja, ik krijg veel te weinig complimenten. Ja, het ziet er... ja, echt gezonder uit. Ja, maar ik ga het er nu weer allemaal bij drinken, okay, hoor. Dus, goed. Dus ik ga nu de 25 kilo bijzuipen. Hey, het is nu na de show. Hè? We hebben twee shows gedaan. Om 6 uur en om 8 uur. En dit was voor jou letterlijk de eerste keer spelen. Yes. Twee keer spelen sinds 1,5 jaar. Ja, ik heb mijn dernière gedaan in maart. Ergens begin maart, denk ik. Dus voor de lockdown? Ja, vlak voor... Dus ik heb mijn dernière gespeeld. Een week daarna hebben ze België... Was eigenlijk de wereld op slot gedaan. Dus dat was echt zo... Mic drop, deur dicht. Doei, los het op. Dus jij hebt dat... Dat is jouw schuld. Dat is mijn schuld. Ja, maar nee, maar pas op. Allee, ja, goed. Je zei het als grap. Maar ik denk wel dat ik zo wat patient zero van Gent was of zo. Het is nooit getest. Weet je? Okay. En, ja, goed. En iedereen heeft zo wel een verhaal van, oh jongen, ik heb gisteren corona gehad. Maar ik denk, maar ja, toch iedereen heeft zo die griep. Ik heb daar juist even corona gehad. Vandaag al 3 keer. Ik heb corona gehad. Vorige week nog ongelezenlijk ziek. Het gaat niet goed bij mij. Maar iedereen heeft zo wel een moment gehad dat hij dacht, ja, lap, ik heb het, hè. Maar... Allee, ik denk, ik ben het vrij zeker, want mijn vrouw heeft 7 maanden niks meer gesmaakt, dus die was haar smaak kwijt. Oh, dus die had het zeker? Die had het zeker. Die heeft al 7 maanden altijd voor ons gekookt en dat was wonderbaarlijk lekker eigenlijk. En voor de duidelijkheid, die was al getrouwd met jou, dus of ze daarvoor smaak had, kunnen we ook discussiëren. Dat is ook waar, dat is ook waar. Maar het is echt 7 maanden. Nee, als, even de, ja, een supergoeie kok. Ja. Maar intuïtief, dus ook zonder smaakpapier. Zonder smaakpapier was het ook nog wel redelijk oké. Alright, super. Ja, maar dus, en dat was echt een begin. Dus die was een van de eerste. Nu, ik ben in dezelfde periode ook ziek geweest. Ik heb mijn dernière gespeeld op 3 Bruffens. Ja. Dus ik was eigenlijk ook ziek. Mira, als dochter, was ook ziek in die periode. Daarna, na de dernière, is Stijn, mijn technieker, een week zeer ziek geweest. En Xander was op de dernière. Ach. En die is de week nadien. Dus jij hebt misschien Xander aangestoken? Ja, maar ik heb Hans MTG. Ik heb er gespeeld voor 600 man. Dus ik heb er gewoon Hans MTG besmet. En toen is dat... We hebben hem gevonden! Dat was een piek van besmetting daarna. Dat was Allee, ik denk dat... Ik weet dat niet. Ik wil dat nu ook niet op mijn konto schrijven. Maar ja, ik ben het vrij zeker dat Iels heeft sowieso gehad. En ja, ik ben in die periode... Allee, we zijn maar jij had wel gewoon nog smaak en zo, dat wel. Ik bedoel... Dit woordgrapje niet blijven. Nee, jij proefde nog wel. Ja, 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 maar ik ben zo... We waren naar Stockholm geweest de week ervoor. Ah, daar heb je het opgedaan? Nee, daar was ik al ziek. Toen ben ik echt 2 dagen zo... Dus daar heb je het ook niet gedaan? Ja? Hey. Ah, ja. Oh, iedereen is gedaan? Hey, I don't mess around. Hey. Als ze om pandemie vragen, oké, dan ik doe mijn deel van het werk, hè. Ja, ja. Wat toen heb ik jij de gedaan? Pandemie. Wat heb jij gedaan om deze pandemie... te veel minder dan jou, dat is wel duidelijk. Ja, maar echt, ik ben twee dagen echt heel mottig geweest. Maar ja, ik ken het zo. Ja, goed, je zit dan in Stockholm, je wilt dat wel... Op verlof, dus je wil wel een verlof meemaken. Dus dan zo een dag echt lopen sloffen en dan s'avonds... een goede gedronken, hè? Zoals men dat doet. Ik ben ze geknuffeld. Ik had uitzweten. Hè? We gaan een beetje zatjes en dan morgen is dat wel beter. Maar dan stel Sander daar eens op met de twijfel. Ik nu de kater of ben ik nog altijd ziek? en dan
Ja, dan ben je van het principe van, ja, maar ja, met een kuiter, dan moet je niet lopen. Nee, dan moet je naar benuiten, dan moet je gewoon, ja. Dus 2 dagen, dat, en dan was dat oké, maar dan de week daarna was dat mijn dernière, en dat was dan ook zo, was het van de stress of toch niet? Maar goed, een keer dat je 2 brufens moet pakken om dat is stevig. Dus ja, ik heb dat ook gehad, pijs. Ja, ik denk het nu. Ja, sowieso. Ja, dokter Fokke heeft het niet. Ja, ik leg het niet aan. Dat is wel neer. Hoeft niet getest worden. Ja, wie weet. Ja. Nee, ja, maar goed. Maar, ja. Dan, maar dus ja, dernière gedaan, deur dicht, pandemie. En ik heb dus tot nu niet gespeeld. Wat had ik genut? Ja, ik weet, vorige zomer je was... Je management belde mij op om... ik denk dat we jouw try-out zijn. Je doet altijd voor de... Voor de mensen die hebben het misschien nogal gehoord, maar jij doet altijd korte try-outs in de Joker. We spreken af, je doet minstens 10 minuten. Ja. Dat is vandaag wel eens lang, hè? Maar je doet minstens 10 minuten. En als je de 10 minuten niet volhoudt, dan moet je de horlepiep dansen. Dan dansen we de horlepiep, maar dat was vandaag niet. Dat was vandaag niet nodig. En dan die try-outs, dus je doet er zo altijd een paar achter elkaar. Dus, 3 weken na elkaar, om 3 weken, om eigenlijk op een korte tijd gewoon veel materiaal bij elkaar geschreven. Minstens 30, misschien wel 40 nieuwe minuten te hebben. Mm-hmm. He, dus 3 weken na elkaar, 3 keer 3 nieuwe 10 minuten. Yes. Ja, dat werkt heel goed voor jou. Ja, dat is nu de... Vierde keer dat we het op die traditie... We mogen het al een traditie noemen. Het is een traditie. En we hebben die try-outs, ik denk dat we die 3 keer verplaatst hebben. Mm-hmm. Ja. Dus je zou eigenlijk al nu gespeeld moeten hebben. Ik zou in januari in première geweest. Ja. Maar goed, hey, en er zijn er ook heel veel. Alexander heeft dan deze zomer een show geschreven. Ik zat mentaal daar totaal nog niet, eigenlijk. En ook, ik had geen zin toen om ze voor een troep mensen met mondmaskers te zitten try-outen, want ik moest dan echt try-outen, want ik had net gedaan. Dus ja, ik heb echt gewoon, ja, zelfs in die periode niks gespeeld. Dus ja, vandaag de kop eraf. Nee, we hebben boek gemaakt en andere dingen gedaan. Ja, oké, we hebben 3 boeken gezeten. Nee, we hebben 3 boeken geschreven. Doeboeken voor kleine nerds. Ja. Samen met Lieven. Met Hattie, Scherre, ja. Van Nerds. Ja, Hattie, ja. En dan heel veel YouTube dingen gedaan. En heel veel in mijn kot gezeten eigenlijk. In mijn atelier. Ja. Bij mij is dat mijn... Nu atelier. Ja, maar het is nog altijd een kot. Ja, maar goed. Eigenlijk moet je YouTube-kanaal atelierij. Atelierij. Moet het heten nu. Nu maak ik kunst, dus het is een atelier. Maar ik heb daar heel veel gezien. Ik heb heel veel bijgeleerd op dat vlak en zo. En ja, ik ben nu eigenlijk decorstukken aan het bouwen. Nee, installaties aan het bouwen. Echt. Och. Ja, Het is deze week is het persconferentie geweest, dus nu mag de sluier der vaagheid daarover losgemaakt worden. Dus in september is er in Roeselare een gebouw dat geopend wordt. Dat is een proefcentrum voor de landbouw. Dat is eigenlijk een laboratorium, waar dat er dus een grote serre eigenlijk... Dat klinkt al minder cool. Ja, cool. Maar dus om dat een beetje die opening wat meer grandeur te geven en zo, wordt er door de provincie van West-Vlaanderen een expo aangekoppeld en een podiumgedeelte. En Lieven gaat daar zijn DNA-show doen en zijn artificiële intelligentie-ding. Lieven is dus curator van het podiumgedeelte en ze wouden ook een expo-gedeelte. Okay. Waarin dat er eigenlijk gewoon uitgelegd wordt wat er in dat laboratorium allemaal gedaan wordt. Ja, ja. Maar dan op een laagdrempelige manier. Als het niet zo laagdrempelig moet zijn, dan komen ze bij mij. Ja, snap ik. Ik heb ze een pretpark gemaakt eigenlijk. We hebben een pretpark voor planten. Dat is het een pretpark voor planten? Ja, maar ja, omdat dat ook zo... Ja, het is een beetje een spielerij. Omdat... In die serre doen ze eigenlijk niks anders dan ervoor zorgen dat planten de beste tijd van hun leven hebben. Oké. Dus ik dacht van ja, eigenlijk is dat een pretpark voor planten. Het heet ook Agrotopia. Dus dat is echt, low-hanging fruit. Ja, dat klinkt als, ja. Dus ja, ik heb dus een mascotte ontworpen. Dat is een prei. Want
het West-Vlaams voor prei is pret. Een pretpark is pretje, is een mascotte. Oh, man, een jobstudent in zo'n moesepak in de vorm van een prei rondlopen. Wat jij ontworpen hebt. Oh, ja, maar ja, goed. Nee, ik heb niet getekend, maar ik heb vast. Dus, ja. En ja, voor de rest heb jij ook niet. Ah, nee. Je hebt geen grafische vorm. Nee, maar ik kan het wel. Ja. Maar ik ja, nee, maar ja. Ben niet gevormd. Maar ja, goed. Ik heb mensen op mijn YouTube-kanaal wel van alles zien passeren. Het zijn installaties waar je computergames speelt, maar dan met fysieke interactie. Ik heb zo'n grote plant gemaakt en als je dan met je iPad schudt, dan flappert er een blad. Maar een eigenlijk komt het dan neer dat jij je koterij YouTube-kanaal, hè, ja. waar toch veel volgers en veel, mm-hmm. veel trafiek, of behoorlijk wat trafiek heeft, dat je eigenlijk die filmpjes kunt combineren met opdrachten nu. Ja, dat is wel fijn, hè? Dat je niet die tijd erin moet steken gewoon alleen maar voor dat YouTube-kanaal. Mm. Dat het meerdere uitlaatkleppen heeft eigenlijk. Maar nu ben het op. Nu is het een minder crappy business model. Nou ja, jij stak daar. En dat is natuurlijk ook je verdienste, maar je stak daar heel veel tijd in. Ja, het is dat. Maar dat het schone, steekt daar heel veel tijd in. Nog steeds, ja. Maar allee, nu niet. De laatste week niet, omdat ik dacht van... Het is even comedy nu. Ja. Mijn echte job. Maar ja, dat YouTube-ding is eigenlijk gewoon begonnen met... Ik wil zoveel mogelijk dingen leren, maar ik heb er deadlines voor nodig. Dus we gooien dat wekelijks op YouTube. Ja. En dan leer ik hoe dat je video's moet maken, maar ook hoe dat je die fysieke ding moet bouwen enzovoort. Ja, want het is niet alleen inderdaad het maken van die zaken, ook de muziek, en het monteren, het draaien, de camera, al die dingen leer je ter plekke. Ja, en eigenlijk, wat grappig is natuurlijk, dat die deadlines, en jezelf zeggen, ik moet elke week iets afmaken, ja, dat doe je nu hier in de dus Joker ook. Dat is precies hetzelfde. Dat is precies hetzelfde. Ja. Ja, je moet een klein beetje weten hoe dat je hoofd in elkaar zit. En hoe dat je op jezelf kunt tricken in werk afkrijgen eigenlijk. En dat is zo, de deadlines. Ik moet die deadlines hebben. Ja. Omdat ik voel door de... het is niet dat ik geen ideeën heb, maar dat is zo... Alexander daarnet, die zei van ik schrijf niks uit, ik heb een zin en dan... Met die zin ga ik op het podium gaan staan en dan weet ik wel wat ik moet vertalen. Bij mij is dat niet zo. Ik heb een idee, dat zal dan ook wel een zin zijn. Maar ik moet dan effectief mij er ook gaan aanzetten van, ja maar wacht, oké, ik sta zondag op het podium met een Joker. Wat ging ik er precies allemaal van vertellen? Ja. En dan komt dat allemaal, misschien zeg ik dat beter. Ik moet dat op voorhand wel een klein beetje, dan dat. Oké, dat is een goede joke. Want mijn kop is lui en die gaat dan zeggen, dat is een goed onderwerp. Er zit sowieso een goede comedy in. Slap wel, tot volgende week zondag. Nee, dan moet je ook wel effectief die shit schrijven. Ja. Dan moet ik me dus echt aanzetten en eraan werken. Ja. Het ging hartstikke goed. Het was heel erg leuk. Maar het was zalig ook. Ik was echt naar hier gekomen met het idee van... Oké, het is een try-out, dus dat is eigenlijk sowieso... Dat is niet belangrijk, maar dat is wel belangrijk, omdat dat is echt uittesten van, ik heb nu 3 weken geschreven, heb ik 3 weken van mijn leven verkakt, of is het oké? Okay? Maar dat was mijn enige stress. Voor de rest was ik mij ervan bewust van, dat is echt de eerste keer sinds een 1,5 jaar, dat is terug leren fietsen, je verleert dat niet. Maar je moet wel even terug doen. Je gaat wel niet direct een afdaling in het bos gaan doen. Nee, het is dat. Dus ik dacht van, we zien wel, het was die combinatie van en nieuw materiaal en terug op podium staan de 1,5 jaar. Nou ja, het is allebei heel goed gegaan. Nou, ik was echt heel, heel blij. Ja. Tof publiek ook. Ja, het was leuk. Ja. Ja, en het aardige is natuurlijk, het voor de Joker vervelende is dat we maar 7 tafeltjes hebben. En dat we dan daarvoor gezorgd hebben dat jullie 2 keer willen spelen. Dus 2 keer voor 7 tafeltjes. En dat betekent wel dat je hetzelfde... 2 keer vlak achter elkaar gaan spelen. En ik merkte ook wel dat die 2e keer was het al vlak. Dus je pakt wel gelijk. Je, het gaat wel goed vooruit op die manier. Absoluut, ja. Dat is eigenlijk hoe dat altijd gaat, hè, als je try-out. Maar in dit geval zit er geen een dag of een week tussen. Maar een uur. Ja. Ja, ik vond dat wel... Ja, dat is... In de context van waar we nu zitten, was dat ideaal eigenlijk. Ja. Omdat ieder publiek is anders. Hè. Sowieso. De eerste keer was dat een zeer gretig publiek. De tweede keer waren ze
wat een beetje terughoudender, had ik het gevoel. Ah, ja. Dan merkte ik bij Xander ook dat ze zo... Dat ik dacht van, normaal gezien zaten ze hier niet toch al veel harder. Ah, dus ja. er was wel wat... Maar dat is niet erg. Dat is ook de schuld van die mensen niet. Nee, nee. Dat is gewoon... Ja, hoe misschien dat... de schuld van de MC, maar... Dat... Ja, dus, waarschijnlijk wel, fokken. Maar dat is ook zo... Dat is goed. Dus ik stond op dat podium en dacht van, oké, ja, dat is juist. Ze zijn niet altijd direct mee, maar oké. Nee, eyes on the prize. Ja, ja. Gewoon verder werken. Dus ja. Allee, dat is goed, omdat je op ja, met een tussenpauze van een uur eigenlijk alweer zo'n aantal basis-podiumvaardigheden van, ah ja, juist, ja, oké, wacht, nu moeten we even schakelen, misschien moet ik dit anders vertalen, oké, op die manier werkt het wel. Nou, en heel duidelijk wordt dat sommige dingen die gewoon, dat je nu al weet, nou, dat is klaar, dat is goed, yes. En andere dingen is van, ja, die ene publiek wel en de andere publiek niet, dus het zit er wel, maar we moeten nog een beetje uitwerken. Ja. Dat je redelijk snel, zonder dat je uren een dag kunt aan werken, dat je gewoon met twee keer hetzelfde vertellen voor twee verschillende publieken, dat je daar toch al veel... Ja, absoluut, ik weet genoeg, het is allemaal geniaal. Dus. Dat is waar, dat is waar. Nou ja, wat wel opvalt, is wat ik er heel leuk aan vond, is dat je corona eigenlijk niet benoemt of nauwelijks. Ik denk niet dat het erin zat, of wel? Nee. Jawel, even, hè, want alleen ik benoem wel dat crisis is en dat geld wil verdienen. Tuurlijk, ik wil dat wel een klein beetje, maar ik wil niet dat het over corona gaat. Ik wil ook dat, allee, weet je, ik denk dat we allemaal dat zo rap mogelijk willen vergeten van ons afschudden, denk ik. En dat dan is dat ook omdat je denkt van, je gaat wellicht in januari in première en je wil die show nog 2 jaar spelen. Inderdaad, dus dan is al oud nieuws ook. Ja. En ook, ja... Ja, hetgeen wat Xander nu ook doet, hè, met die immuun en... Uitgerust en immuun. Dat je zo van, oké, dit is mijn corona-voorstelling, maar ik ga daar niet in een andere voorstelling zitten. Dit is voor die periode en dan stopt dat ook. Ja, want... Want anders dan... God, maar je merkt dat ook gewoon, dat een aantal zaken... Ja, goed, ja, mensen hebben ook eigenlijk maar... 1 actualiteitspunt gehad gedurende 1,5 jaar. Absoluut. Dus ik denk dat de moppen er rond... Allee, Xander, zijn ding erover, zijn fantastisch, hè. Maar ik wil zeggen, allee, ik denk daarna dat we allemaal zoiets hebben van... Bon, ça va. Ja, ja. Allee, zeker als comedian. En ook gewoon... Ja, het is snel gedateerd. Ja. Dus ook, ik wou gewoon over dat influencer-ding iets doen. Omdat dat iets... ook actueel is. Dus die titel, die had je gekozen. Die had je al gekozen voordat er een letter op papier stond. Ja, en ook wel al grappend eigenlijk gedaan. Zo van, ja, de vorige was maker. En dat klopt wel met mijn YouTube-activiteiten toen. En we waren toen aan het opstarten. Ik dacht van, ja, de logische volgende stap is dat ik nu een influencer ben. En ook gewoon omdat... Is dat eigenlijk ook zo? Ik bedoel, ik ga ervan uit. Ik bedoel, bij mijn podcast heb ik soms ook al mensen die zeggen... Hier, we sturen iets op, of je krijgt iets gratis. Of ik moet nog niet reclame maken voor dingen. Maar ik ben veel plezier aan het doen, want ik ben een hoer. Maar oké, dat is ik ook. Ik ook. Hallo, ik ben een hoer. Stuur mij centjes. Stuur mij DVD's, film, dingen. Maar dat je inderdaad, weet je, YouTuber, dat je... Ja, je krijgt nu opdrachten eigenlijk daardoor. En dat is ook een beetje die influencer vibe wel. Ja, goed. Ja, met dat verschil, ik wil geen waardeoordeel maken over influencers en dit en dat. Ik haat de discussie van, het is allemaal gemakkelijk. Het is allemaal gemakkelijk en ze staan daar dan op Instagram. En ik weet dat niet. Dat het is niet gemakkelijk. We weten toch allebei hoe moeilijk het is om zoveel volgers te krijgen. Ja, wel. En ook... Het is helemaal niet zo makkelijk. Het is ook een typische jaloezie-dingetje van, voor hen is het gemakkelijk, hè, want ze zijn knap. Ja, goed, maar dat ga ik niet blijven doen. En daarachter gaan die keihard mee in de neus ergens. Allee, dat is de dingen die moeten dat ook maar doen zolang ze kunnen. Ze zo. Alleen, ja, het is een zeer onzeker bestaan. Dat mogen ze wel zijn, want op een bepaald moment is het over. Maar het is hetzelfde wat als ze vroeger over celebrities zeiden en weet ik veel wat. Ze zeggen over comedians, zeggen ja, dat ze wel mopjes op een podium vertellen, hoe moeilijk is dat? Ja, fucking moeilijk, maar ja, blijkbaar voor jou niet. Jij denkt dat niet moeilijk is, omdat je die, voor die mensen... Het is niet omdat dat er makkelijk uitziet dat het makkelijk is. Mm-hmm. En niet alle knappe mensen zijn influencers. Dus het is... Nee, dus
er zijn meer knappe mensen dan dat er influencers zijn. Heel veel influencers zijn ook lelijk. Ja, hallo. Lelijke mensen. Hallo, lelijke influencers. Eigenlijk is dat is een niche die nog niet aangesproken is. We zijn de influencers voor de lelijke mensen. Voor de lelijke. Hallo, lelijke 90% van de bevolking, wij zijn jullie spreekbuis. Het ding wat ik maar gewoon daaraan stoor aan de hele influencer. Ik bedoel, ik maak, en jij wellicht ook, wij maken dingen, ik maak podcasts, jij een YouTube ding, over dingen die we leuk vinden. Mm-hmm. En als ik een podcast maak over de films van Dick Maas, en ik krijg daarna een berichtje van iemand van, oh ja, dankzij jou heb ik die film van Dick Maas bekeken. Of cool. Hè? Ja, dan denk ik van, alright, gaaf. Mm-hmm. Leuk dat ik dat kan meegeven aan mensen, en dat mensen geïnspireerd zijn. Xander en ik hadden een podcast over Bo Burnham. Over die laatste show. En mensen zeggen, oh, ik had wel nooit die ongelooflijk gaaf is. En dat mensen dan reageren van, oh, ik kende het niet. En nu wel, dankjewel. Nou, klaar, blij mee. Ja. Maar ik zie jij je morgen echt zeggen, always. Weet je wel? Ja, absoluut. Ja, ja. Toch wel, ja. Bel met mensen van Always. Tuurlijk wel. Oh. Ik heb was op jullie verlies. Ik geef het toe. Ik geef het toe. En waar trek je dan wel de grens? Politieke, als Vlaams Belang zegt, we hebben morgen een heel mooi installatie nodig. Oh, en kun je dat in elkaar bouwen? Heb ik hem gevonden? Nou, ik denk dat ik hem gevonden heb. Maar niet per se omwille van een politieke idee, maar gewoon omwille van Dries van Langenhoven. Gewoon tussen... Dat is toch knap, dat is ook een influencer. Absoluut, ja. Maar dus, ja, nee, waar ligt de grens? Ik krijg tools. Ik heb al power tools gekregen. Ja. Maar eigenlijk iedereen die mijn dingen opstuurt, is gewoon gebruik het. Gebruik het. Wij zien dat je tools gebruikt. Wij hebben ook tools. Maar als ze morgen tegen jou zeggen, dit is iets wat je kei smerig vindt. Wat niet per se smerig hoeft te zijn, maar wat jij gewoon niet... Ik weet niet wat je niet... Is er iets wat je niet lekker vindt? Nee, eigenlijk. Te veel kaneel op een appelflap. Voilà. Ja. Nu zeg ik ook wel iets. Daar gaan we ook wel helemaal de beste. Okay, de kateellobby! Wacht, ik heb een betere. Okay, ja. We gaan hier aan de boom schudden. Ja. Ik vind Oreo's zwaar overschat. Wat? Ja! Wat? Hoe durf je? Kan niet! Het is eruit. Hoe durf je? The monkey is out of the bag. Out of the sleeve. Out of the zipper. Ja. Nee, ik ben een enorme Oreo-fan. Ik ben echt een grote Oreo. Nee, goed, de kaneellobby. Nee, Oreos! De Oreo-lobby, sorry, ja, de Oreo-lobby. Ja, die stuur je dan gewoon door de bij. Nee, maar stel dat jij dan, dat ze zeggen, nou, we verwachten niet veel. Moet gewoon elke aflevering 2 Oreos vreten en zeggen, lekker! Ik heb mijn beste ideeën terwijl ik Oreos eet. Ja, en voor als ik dat middelste eraf lik, dan is zo. Wat zeg je dan? Ranzig. Omdat dat eigenlijk totaal niks te maken heeft met de, wat dat in de coterij nee, omgaat. Precies. Dat het inhoudelijk niks losstaat van, ja. Ja. Maar ja, natuurlijk langs de andere kant, als ze vragen van Oreo, kun je iets maken rond de nieuwe koek? Ja. Die uitkomt van Oreo, dan zou ik of dat jij een soort doen, Oreo, dat jij iets moet maken, dat je het open doet en dat er iets in zit, of zo. Ja, je zou iets kunnen verzinnen. Dat wel. Dus ja, eigenlijk, bij mij goed, ja, dus maar, ja, goed. Het moet inhoudelijk kloppen bij wat je doet. Het moet inhoudelijk kloppen. Ja, dat is always ook niet. Ja, maar die hebben veel geld. Ja, nee, maar ja, ik krijg vragen. Nee, alleen PlayStation heeft mij ook gevraagd om de promotie van Ratchet & Clank, nieuw PlayStation 5 spelletje, om daar iets uit in een game te maken. Ik vind dat gewoon heel cool om te doen en ik doe dat ook gewoon soms in non-related video's. Ja, precies. Props maken uit videogames of uit films en zo. Dus dat sluit dat naadloos aan met hetgeen wat je doet. Ja. Dus ja, eigenlijk, er is nog niets gepasseerd dat ik dacht van, oh, dat vind ik heel raar eigenlijk. Dus nee, iedereen zijn geld is welkom doen. Ja, ik zou ook niet weten wat er echt de duivel, wat ik zou echt de maar het is zo, allee, het ja, politiek denk ik. Ik denk dat politiek daar de grens trekt. Ja, of het inhoudloos promoten. En alle politiek eigenlijk hoor. Ja, ik bedoel, niet alleen links, nou, zeker rechts niet.
Maar zelfs de partij waar ik op stem, daar denk ik van, ja, nee, ik wil eigenlijk dat ik daar gewoon voor mezelf hou of zo. Weet je wel, dat je... Same hier. Ik denk dat mensen, als ze mij een beetje kennen, wel min of meer weten waar dan mijn... Ja, jij woont in Gent, daar wonen zelfs geen rechtse mensen, toch? Of wel? Dat toch wel. Ja, wel, ja. Ja, maar niet zo... Ja. Niet zoveel als hier. Wij doen dat toch beter, hoor? Wij hebben racisme. Ja, dat is waar. Dat weten we ook. Maar ja, wij hebben het voordeel, bij ons is Siegfried Brakke heel lang de lijsttrekker geweest. Ja, weet je. Ja, als je dan nooit het ons was... Ja, dat is ook een voor de hand liggende... Weet wat, misschien... Pak maar die talentvolle RVA. Nee, we pakken die randenbiel. Geef hem die in Gent. De meest irritante mens. Ja, dus op dat vlak hebben wij wel chance. Maar ja, ik denk ook gewoon het inhoudloos promoten. En ik denk ook dat voor veel mensen irritatie is aan influencers. Ja. Dat ze... Wat? Die zijn nu ineens van... inhoudloos... Allee, ik kan geen voorbeelden geven, maar zo... Ja, dat je van ver ruikt, want dat is... Ja. Deze Instagram post, deze Instagram story, deze YouTube video bestaat alleen maar om dat te promoten, om dat te laten zien. Cool. Bij mij is dat ook, hè. Iedereen, maar ik zei het ook in het begin, van oké, dit is een opdracht van PlayStation. Iedereen weet. Dat vind ik ook een groot verschil. Dat is promotie voor PlayStation. De podcast waar ik naar luister, die zeggen: oké, nu komt de commercial. Dat en dat en dat. Koop dat. Of ga naar dat website. Of Gilbert Gottfried heeft zo'n soort self-help. Een soort online geestelijke psychologische hulp. Dat soort dingen. Maar die zeggen ook: nu gaan we even luisteren naar een promopraatje. Mm. Terwijl natuurlijk heel veel die influencers. Die lopen met hun Gucci of een dure ding te showen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een betaalde sponsor. Maar ze doen alsof het content, original content is. Maar ik vind, en dat vind ik een lastige. Dat is lastig inderdaad. Maar het is anders. Hè. Als ze het aan hebben en voor de rest niet vermelden, denk ik, oké, ça va. Ja. Is het een wandelend reclamebord, maar die keuze hebben gemaakt. Maar dat vind ik oké. Maak dan een coole ding met uw belachelijke horloge. Dat kan mij niks schelen. Maar als het dan gaat over, moet je kijken hoe cool deze horloge is en ik heb deze functie. Ja, fuck off. Ja. En daar ligt voor mij de grens. Ja, en ik denk ook niet voor mezelf, maar jonge ook mensen en dat we steeds meer en meer gaan doorhebben waar die authenticiteit stopt. En wat wel en niet authentiek is. En dat ze daarop afgerekend gaan worden. En dat jij dat wel blijft behouden. Ja, goed. Maar of niet. Ik weet dat niet. Voor mij gaat het hem niet over... ze moeten mij authentiek vinden, of weet ik veel. Ja, maar ja, je bent het wel. Ja. Want je hebt wel, dat vind ik het gaaf, hè. Je hebt wel, door de koterij en door alles, heb je je eigen vorm gevonden. Ja. He, want Maker was je vijfde show? Oeh, zesde ik ben show? Een taal kwijt. Ik denk zes, ja. Ja, ik nu al zeven zitten. Ja, en ik zeg niks negatiefs over die shows, want die waren goed. Maar de vorm en de inhoud beginnen wel samen te komen of zo. Ja, dus het verhaal is breder geworden door online actiever te zijn. Ja. Door de koterij. En natuurlijk... Allee, ik ben ook geen kalf. Dan denk ik van, ja, als ik dat met de comedy kan verweven. Want het was ook geen, een gigantische sprong om die dingen met elkaar te verbinden. Nee, ik maak al voor al mijn comedy shows, maak ik rare attributen en zo. Ja. En dan wordt het ineens een YouTube-kanaal over het maken van rare attributen. En uiteraard gaan er dan bepaalde stukken die ik maak in de koterij in mijn show terechtkomen. Ja. En dingen met mijn show verwijzen naar YouTube. Dus ineens wordt dat concept breder. Hè? Ja. Het merk Henk Krijkaard. Want we komen weer terug bij Xander. Maar Xander had natuurlijk met mosselen ook gedaan. Ik bedoel dat die podcast en dat mensen en dat hij dan... En dat heeft ook fucking lang geduurd. Hè? Want dat is, ik bedoel, hoe lang was jij met koterij bezig voordat je echt... Ja, dat je tevreden was van het aantal kijkers en luisteraars? Oh, ja. Dat gedoe met die cijfers is altijd een lastige. Ja. Ik moet heel hard vechten tegen het is nooit genoeg syndroom. Ja. Want dat is niet zo. Natuurlijk, ik was eigenlijk
heel snel heel blij, want ik had eigenlijk heel snel zo'n een vaste basis van 5000 abonnees. En dan, nu groeit dat gestaag, nu zit ik aan, wat is het, 27 of 28.000, 28.000 abonnees. En dan als je dat dan vergelijkt met andere YouTube-kanalen en weet ik veel wat, dan lijkt dat heel mager. En dan moet je heel hard vechten tegen jezelf. En dat je het idee hebt van, god, dat is toch wel weinig. En alleen wanneer gaat dat ineens omhoog schieten? Ja, dat schiet niet omhoog, maar dat is wel de hele tijd aan het bijgroeien. Het is heel ondankbaar om een video te posten en te zien, na 3 dagen is dat 10.000 keer bekeken. En dan te denken, god, het is maar 10.000. 10.000 man is veel fucking volk, veel volk, hè, man. Als dat je nu een hof stuit, dan heb je gewoon blij. Sinds corona is de Fokkaas ook op YouTube. Mm. Daarom doen we deze flauwekul. Maar inderdaad, ik heb nu 2000 mensen. Ja, en dat vind ik eigenlijk al best veel voor slap gelul over film of over comedy. Dus dat is prima, weet je wel. Mm. En dan komt natuurlijk, er zijn ook mensen die er alleen maar naar luisteren. Dus dat moet je een beetje optellen of zo. En dan blijkt dat je daar zelfs al, dat is fucking heel weinig, maar je kunt daar zelfs al een klein beetje een verdienmodel aan hangen. En dat is voor mij ongeveer 10 euro. Ik heb nog niks gekregen, want volgens mij hebben ze mijn visakaart niet, dus ze kunnen zelfs niks. Maar volgens mij bewijst dat ongeveer 10 euro per week of per 2 weken. Ja. Maar bij jou gaat het al wat meer zijn. De AdSense, dus via Google van YouTube. Ja. Dat zal nu, 200 euro per maand zijn. Zo ja, 300 max. Dus ja, goed. Daar heb je de maakkosten niet mee. Nee, daar heb je een klein beetje de online kosten. Dus de hostingkosten. Een deel. Ja, mijn vaste kosten zijn natuurlijk de huur van mijn kot, van mijn atelier. En mijn materiaalkosten. Dus maar ik heb ook een Patreon. Ah ja. En daar zitten nu bijna 250 mensen op zo, of zo. Leuk. Dus dat betaalt samen met mijn advertentiegeld, betaalt dat zo wat de huurprijs van mijn kot. En krijgen ze ook naaktfoto's? Krijgen ze naaktfoto's? Alleen maar naaktfoto's. Alleen maar naaktfoto's? Ja. Maar dan wel iedere keer met een tool. Dat wel stijlvol en smaakvol blijft. Ja, en dat wel in de context blijft. Ja. Naakt is ook maar naakt. Een boringhol, dat soort dingen. Ik snap, naakt, ik ben... Naakt met een boormachine. Naakt met een boormachine. Oei, waar gaat die bijtel naartoe? Ik zeg dat ook... dat staat op mijn Patreon, staat dat... ik maak eigenlijk geen extra content, bijna geen extra content voor Patreon. Ah, nee. Ah, nee. Ja, omdat ik geloof niet... Die krijgen gewoon iets eerder of zo. Nee, ook niet. Zelfs dat niet? Die krijgen soms een sneak peek, of hoe zeggen ze dat? Ja. Want er is een soort van Instagram-stories-achtige applicatie binnen Patreon, waarbij dat je dus een keer kunt filmen van, kijk, ik ben hiermee bezig en dit en dat. Dus meestal krijgen ze dat wel. Maar that's it. En ze krijgen een kerstkaartje. Een handgemaakt kerstkaartje van mij. En that's it. En ook niet op kerst eigenlijk, gewoon als ze klaar. maar dat is ook... Want ik geloof niet echt in de content achter een paywall. Ik vind dat zelf... ook vervelend. Meestal is dat zo add-ons of extra. Ja, er zijn een aantal... Ik doe dat ook niet hoor. Bij me. Ik bedoel, ik doe dat zelf zeker niet. Maar ik ben ook niet van Gilbert Gottfried, wiens podcast ik wel luister, ben ik geen Patreon. Maar ik van één, van Making It, uiteraard een Maker podcast. Ah, ja. Maar dat is zo Jimmy DiResta, Bob Claggett en... Pertuto, zijn naam ontsnapt, zijn voornaam. Dave Pertuto. Dat zijn drie makers, die YouTube-makers. Heel grote. En dat is gewoon... Die Jimmy DiResta is gewoon een heel toffe mens. Ik kom naar te luisteren. Plus ook zo'n blik achter de schermen van hoe dat ze dingen maken. En hoe dat ze de YouTube-gewijs organiseren. Dus, voor mij heel interessant. En tof. Ik luister er heel graag naar. Maar die hebben ook een Patreon. En die... steun ik via Patreon, maar gewoon omdat ik die een podcast tof vind en omdat ik weet dat ze die een podcast betalen met een Patreon centen. Ja. En die doen ook
iedere keer zo ja, een 10 minuutjes nog nababbel. Ja, op, ja, ja. Op een Patreon. Maar dat is het enige. En voor de rest vind ik dat eigenlijk... Het stoort mij soms dat je zo... Er zijn YouTube-kanalen die dingen achter een paywall hebben. Dat ik denk van, oh, dat vind ik wel heel ambetant. Ja, ja, ja. Pardon, het maakt het ook onsympathiek soms, vind ik. Dat je zo, ja, maar je moet wel betalen als je er leuke dingen bent. Ja, nee, fuck off. Nee, dan, ja, ja. Dan, ja... Mijn verdienmodel zit niet daar. Ik wil ook niet pushen. Nee, maar jij bent mijn jouw verdienmodel. Ik bedoel, voor jou is het sowieso comedy, hè? Mm-hmm. En voor hun is dat een... Is dat het de job? Ja, ja, waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk ja. is dat het verschil. Dus dat vind maar, dan, ik wel, ja. Maar dat vind ik ook... Ja, dan zitten we in een andere discussie natuurlijk. Ik vind heel, heel gevaarlijk en heel onstabiel om al uw eieren in één mand te leggen. Ja. Om te zeggen van, YouTube, dat is mijn carrière. En er zijn er heel veel die hun carrière doen. Maar als dat ineens implodeert, wat dat nou, kan... Een paar gasten die ik volgde, die waren genekt door de wisselende regels binnen YouTube. Ja, van, ja, ja, hè, de dingen, die kunnen daar zomaar wisselen. Ja, het algoritme dat ineens aangepast wordt. Ja, ja, ja. Ineens ziet de helft het niet meer, dus heb je minder views, dus ben je ineens je inkomsten kwijt. Ja. Dus je moet daar ook mee oppassen. Dat je, ja, dat precies, je bent wel, dat is gewoon een bedrijf, hè? Ja, ja, is zo. En ook, het is, we moeten ook wel, nu zijn we echt wel businessmodel gewijs aan het spreken en zo, maar je moet gewoon op lange termijn durven denken, je moet dat doen. Ja. En dus, de andere kant van het verhaal, door de corona heb ik pas beseft, hoe blij dat ik ben dat ik met dat YouTube-verhaal begonnen ben. Want heel veel opdrachten zijn langs dat YouTube-kanaal toch nog blijven doorlopen. Ja, ja, ja. Wat dat dus wel gewoon puur een aantal mensen die gewoon niet speelden en niks anders hadden. Ja. En dan maar moeten gaan boppen of iets anders. Hè? Omdat ze gewoon, en jij, bij jou bleef het wel doorlopen. Ja, dus langs de ene kant de eitjes dan in het YouTube-mandje. Langs de andere kant de comedy. Maar ja. Dat zijn twee heel... wispelturige dingen, dat kan zijn en je weet dat niet. Gaan we binnen 10 jaar nog op een podium kunnen staan? Dat weet je niet. Allee, het was even een wake-up call, hè, dat je ineens zo... Ja, we doen een winkeltje op slot. Ja. En dat is echt... Het moment dat gebeurde, zei ik tegen Nielsen, mijn vrouw, van oké. En ons winkeltje is het laatste dat ze terug gaan open doen. Ja. Maar dat is niet waar. Het laatste winkeltje dat ze gaan open doen is dat van de scholieren. Want... Denk je, ja? Maar ja, die moeten nog altijd met mondmaskers op school zitten. What the fuck? We hebben hier wel mee, samen met Xander, jij en ik, en een barman, waren we met 30 man in een ruimte zonder mondmasker. Dat mag, maar op school moesten nog altijd mondmaskers dragen. Ja. Dat is een ander verhaal. We hebben wel aanlopen en enzovoort. Maar inderdaad, aan de andere kant hebben ze het ook lang laten doordoen. Met jonge kinderen, waarvan ik denk van ja, daar kunnen ook wel besmettingen gebeurd zijn geweest. Dus je weet het. Het is ook, ja, en ze leren ook as we speak. Inderdaad, ja. Maar ze vergeten soms... Ik weet dat dat een gecontesteerd onderwerp is, maar ik vind dat al die jonge mensen, die zijn gewoon 1,5 jaar keihard in hun rol gepakt. Ja. Maar alle jonge mensen, ook alle mensen die niet het cliché-leventje hebben. Maar ja, maar dat doet... Ja, natuurlijk, al de maatregelen waren vooral gemaakt voor Roger, die is 65, zijn hobby is fietsen, en misschien een keer gaan vissen in het weekend. Ja, voor de rest zit hij thuis met zijn familie. Voilà, maakt die zwaar, dat is dus alle maatregelen waren vooral op de maat van Roger. Mensen die veel op café gaan, mensen die veel naar theater gaan, mensen die een samenlevingsvorm hebben die niet per se huisje, boompje, beestje is, of een job die niet per se huisje, boompje, beestje is, ja, die waren gefuckt. Ja. En de jongeren horen daar ook bij. Ja, maar met dat verschil... En ik wil niet meedoen aan het corona-opbod van mijn miserie was erger dan maar... Oh, ik wel. Voor mij was het echt... Ja, oké. Okay. Maar ik vind die jongeren... Allee, wij zijn oudere mensen. Hè? Ouder mensen. Hè? Ja. Wij hebben op een of andere manier wel al rekbaarheid geleerd. Wij hebben op een of andere manier wel een keer een klets in ons gezicht gekregen. Soms heeft het leven ons wel een keer een serieuze loer gedraaid, waardoor dat je even mentaal of whatever kopje ondergaat. Ja. Maar wij weten, doordat een tijd verder schrijdt, wij weten van, oké, weet je, het is shitty nu, maar we geraken er wel uit. Maar je zult maar 16, 17 jaar zijn en ze... Ja! Het leven begint!
kind. Ah, nee, nee. En die, en niet die, die weerbaarheid en niet die ervaring hebben van, ja, we moeten dit even uitzweten. Ja, they don't give a fuck uitzweten. Nee, plus ook, zij gaan er niet dood aan. Dus ja, dat doet ook nog eens. Ik bedoel, met mijn obesitas, ja, dan wil ik wel opletten, want ik ben een fucking zelf een risicopatiënt. Mm-hmm. Maar die jonge gast van 16, 17 jaar, die gaat er niet dood aan. Uh-huh. En die moet wel alle regeltjes volgen. Natuurlijk is dat heel, heel, heel lastig. Aan de andere kant kun je zeggen, ja, je kunt... Wat ik wel voel, is dat die het gewoon fucking zwaar hebben, dat dat heel belangrijk is. En dat daar... Want mijn mening was daar ook over, maar goed, dan zijn we toch weer in die fucking coronaval getrapt. Maar mijn mening was daar ook over, dat de scholen dichtgooien voor de middelbare scholieren en niet voor de lagere school, dat ik denk voor de geestelijke gezondheid, dat andersom veel, veel slimmer was geweest. Dus even los van... Ja. Ik denk dat mensen tussen de... En ik weet er niks van, want ik heb geen kinderen en dat hou ik graag zo. Maar dat de mensen tussen de 6 en de 12 iets weerbaarder daar zijn dan pubers. Omdat die hebben ruzie te... Als ik op mijn 14, 15, 16, 17, 18... Tot, laten we zeggen, 3, 4, 5, 7, 8... Nou, vorig jaar. Nee, snap je? Ik had gewoon fucking ruzie thuis. Stel je voor dat je de hele dag thuis moet zitten. En je kunt niet... Je kunt niet weg, maar je kunt ook niet daar zijn. Niet, hè? Want je hebt ruzie thuis. Ik weet niet hoe jij als puber was. Ik was een fucking vervelende gast als puber. Ja, nu nog steeds. Nu nog steeds. Ja, maar nu heeft mijn moeder er iets minder last van. Maar toen hadden moeder dan fucking... Toen hebben jullie er last van. Ja. Nee, maar snap je? En iemand van tussen de 6 en de 12, die hebben andere problemen. Ja, maar... Maar dus, die hebben dat minder, denk ik. In het begin van de lockdown zat Mira ook thuis. Ik heb dan... Bij wijze van bezigheidstherapie voor mij, maar ook voor haar, dan zo een YouTube-reeksje gemaakt met haar. Dat ja. Wekelijks blijf in die koterij, was dat dan. Dat was ongelooflijk tof om te doen, maar dat was ook gewoon... Wij hadden dan samen een dag, anderhalve dag, dat we konden iets bezig zijn. En niet thuis, ook verandering van decor. Maar ja, mijn vrouw en ik echt keihard ons best in gedaan om ervoor te zorgen dat er variatie was voor haar. Ja. Omdat, anders breekt die het kot af. Maar ja, gewoon ook mentaal, hè. Ja, natuurlijk. Maar dus de eerste moment waarop dat er dan dat knuffelcontact mocht, en dat die voor de allereerste keer, dat was al 5-6 weken, was dat alleen maar met ons. Ja, ja. Dat die mijn vriendin mocht gaan rollerbladen. Ja. Die is thuisgekomen en bijna begin blijten. Omdat daar... Dat was een ander kind. Ja. Snap Want ik. Die was gedurende die 5-6 weken... Ja, we hadden die bezig gehouden. We hadden echt gewoon heel veel met elkaar bezig geweest. En gedacht van... Ça va. We handling it. En dan ineens komt die terug van... Even met een leeftijdsgenoot... Gewoon op straat wat rondhangen. Ja. En die... was enthousiast, man. En dat was ineens weer een spelend kind. Dat snap ik wel. Dus, allee, wat je zegt van... Tuurlijk. Die kunnen dat mentaal beter aan. Ik weet dat niet. Maar Er is wel een verschil tussen... Ik snap. Ik kan me heel goed inleven. Want ik was ook enig. Ik bedoel, ik snap dat. Maar, prepuberaal heb je gewoon minder ruzie. Ja. Je hebt gewoon minder wrijving. Maar ik je hebt wrijving, dat... hè. Ik maakte al ruzie met mijn ouders toen ik fucking 4 was. Maar tussen mijn 14 en mijn 18 was ik onhoudbaar thuis. Mm. Moest ik gewoon weg daar. Ja, maar goed, ik denk dat we dan inderdaad al met ons beide voeten in de corona-discussie getrapt zijn. Ja. Het is een soort van opbod, hè. Ja. Die zijn... En wie is er aan toe, en blablabla. Maar goed, het weet je wie er ergst aan toe zijn? De mensen die dood zijn. Die zijn... Dat is niet waar, die zijn er vanaf. Ah ja, dat is juist ook al. Maar goed, daar gaat de voorstelling dus totaal niet over. Niet! Die hele uitleg hebben we nu gedaan, omdat die in de voorstelling niet zit. Inderdaad, ja. Nou, en dat is wel prettig. Ik bedoel, dat is ook wel... Dat het er niet in zit, de corona. Ja, maar ja, er gaat een verwijzing in zitten. Het gaat hem gewoon over... Dat ik gemakkelijk geld wil verdienen, omdat het crisis geweest is. Hé, hey, en is er, want dat vind ik misschien wel interessant. Je zegt nu, ik heb een YouTube-kanaal met mijn dochter gehad. Is haar, want veel jonge mensen willen graag influencer of YouTube-ster. Ja. Is dat een ambitie van haar? Oh, die zit wel op het
TikTok en die wil daar wel veel dingen opzetten en zo, maar het zit hem nog. Het zit dan vooral nu nog in het kopiëren van. Hij zegt, ah ja, ik wil dat een keer doen en ik wil een keer een tekenvideo en ik wil een keer, is nog wel aan het experimenteren. Heeft hij die ambitie van rijk of beroemd te worden? Nee, de grootste ambitie die ze heeft is, wil vooral veel kunnen tekenen. Dat merk ik ze tekent. Ja, ze tekent heel graag. En dat was voor haar een revelatie of een openbaring, beter gezegd, toen wij zeiden van, ja maar, grafisch vormgeven. Dat is een job. Dat kan een job zijn. Wow, je kunt je geld daarmee verdienen. Ja. Oh, wauw. Zalig. Dus die heeft nu... Ik wou ook wel een striptekenaar worden als kind. Ja, ik ook. Hè. Ik heb een massa strips getekend. En zie waar ik nu zit. Ja. In een hele vieze kelder. Zonder enig striptalent. Is dat iets wat je nog altijd zou willen doen? Nee. Nee, wat ik nu doe in mijn atelier en op mijn YouTube-kanaal, dat is echt gewoon... Dat is wat ik verder wil uitbouwen. Ja. Echt fysieke ding, maar... Ik teken heel graag, maar ik weet wat mijn beperkingen erin zijn. En ik haal ook meer plezier uit de dingen in 3D maken. Ja, ja. En daarvan... Ja, echt functionaliteiten of toeters en bellen aanhangen. Dat vind ik plezanter en uitdagender dan... ik ga schoon leren tekenen. Ah, ja. Nee, want, niet per se. Jij bent toch wel een stripliefhebber, hè? Je leest toch altijd wel strips? Ja. Het is veel verminderd. Ah ja. Door... Is die stripwinkel niet doen? Ja, voilà. Een van de beste stripwinkels van Gent. Ja, inderdaad. Ja. Epic. De Pedro. Wat een toffe kerel. Ja, inderdaad. Ja. Maar dus ja, de Epic is dicht. En, goh, is dat failliet gegaan? Is die moving on? Die is gestopt. Ja, die is de, ik weet niet wat die nu doet. World's End is een leuke comic book stripwinkel in Gent. Hè? En dus ik ben een fan van World's End. Maar Epic, daar kwam ik ook echt heel graag. Dus, ja, en ook... op dat vlak was Pedro een beetje mijn stripkruidenier. Ja, ja. Want je komt ertoe en dan, ja, ik lees heel graag Hellboy en al die dingen. En Bone. Ja. En dat soort genre toestand. Dus, maar ja, goed, Pedro wist wat mijn smaak was. En die was dan van, ah, tjoe, dat moet ik je proberen. Ja, ja, ja. Dat zit ook wel wat. Oké, dan begint aan die reeks. En dat wordt een goede commerçant natuurlijk. Hè. Tuurlijk. Nieuwe reeksen. Dan heb ik bij Jens hier in de Mekkerik Strip. Die zegt dan van, ja, ik heb dat maar vast klaargelegd voor. Ik zei, ja, het zal weer. Fuck you. Nee, maar ja, die weet gewoon wat je leuk vindt. Mm-hmm. En dat heb je wel nodig, hè. Ja, ja, absoluut. Ja. Zoals bij alles. Ja, is er in stripland. Er is zo'n aanbod. En het is ook zo... De Goon lees ik ook super graag. Ja. En ik weet dat je dat online kunt bestellen, maar ik kom er niet toe op een of andere manier. Nee. Dat is raar, eigenlijk. Nee, het is ook leuker om... Ja, ik heb dat... Maar ik heb dat ook bij films en ook bij... muziek en zo. Ik en mijn vinyl dat je gewoon lekker in een winkel zitten aan het browsen bent en iets tegenkomt van, oh, dat is wel tof. En inderdaad een praatje slaan met die gast die er werkt en dat die zegt, oh, vind je dat leuk? Dan moet je daar zeggen, ja. Een beetje wat bol.com ook doet, maar dan sympathieker, want in bol.com zeiden ze ook van, de meeste mensen die dit kochten ook dit, maar het is toch anders. Ja, dat is niet hetzelfde. Maar het is, nee, maar het, de motivatie is naar hetzelfde. Ja. Je nog meer shit verkoopt. Alleen... Maar het is veel generieker, terwijl als die gast dat doet, dan lijkt het veel persoonlijker. Ja. En ik vond ook wel dat het aanbod bij Epic, je voelde die zijn eigen voorkeur en liefde voor bepaalde comic dingen daarin. En dat waardeer ik wel heel erg. Ja, absoluut. Ja, ik heb daar ook een paar dingen weggehaald die ik elders niet vond of nooit gezien heb of zo. Dus ik heb daar ook al dingen gekocht die ik... Maar misschien niet genoeg. Ja, we moeten ons allemaal schuldig voelen voor het faillissement van Pedro. Dat is ook een beetje de schuld van mijn hoofd, hè, denk ik. Ik kan ze soms wel een richting inslaan en dan vergeten wat ik... Ik kom ook weinig op mijn bureau. Al mijn strips staan daar. Ja, ja, ja. Dus ik kom er nu eigenlijk niet, omdat ik vooral veel in mijn atelier zit. En omdat mijn vrouw nu afstudeert aan de universiteit. Dus
Ah ja, dat ik de, dus die gebruikt het bureau. Dus nee, 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 ah, dus ah, mijn, nee, fuck off, het is mijn bureau. Ah, okay. Maar ja, gewoon, ik ben niet echt een stille mens. Ik loop rond, ik babbel tegen mezelf, ik zing, ik schreeuw. Dus dan, voor het studeer- en werkplezier van... Ik zit voor iedereen beter, vooral voor haar. Maar ja, ook, ja, die heeft ook... Ja, Ilse geeft les, ja. Die is docente. Dus die heeft ook gewoon anderhalf jaar achter haar computer gezeten. Ja, Zoomles. Dus, ja, dus als er Zoomles is en er loopt er iemand... Ik ruik! Kaka! Op de rand. Dat is goed voor de ene keer, maar... Dus, ja. Hey, heb je veel... comedy gekeken? Ben jij iemand die veel comedy kijkt zelf? In de anderhalf jaar heb je inspiratie opgenomen op andere plekken? Comedy of zo te kijken? Nee, eigenlijk niet. Maar ik heb nu die Bo Burnham's. Ja, die Bo Burnham Insight, ja. Die ik nu onlangs, omdat die op Netflix er is, zo... Ja. Bekijk dit. Ja. Nee, voor de rest... Maar het is heel raar, want ik kijk wel comedy. Allee, Bill Burr is ik heel graag bezig. Ja. Maar... Ja, eigenlijk weinig comedy... Maar er is niet iets waar je zegt van... Dat is een inspiratiebron voor hetgeen waar ik nu aan het doen ben, of... Nee. Ik heb zo mijn klassieke stemmetjes in mijn hoofd, als ik aan het schrijven ben. Ja. Zo bepaalde ding, het helpt mij om, en dat is niet bewust, maar dat is zo automatisch, dat er dan zo ineens zo Theo Maassen ineens in mijn hoofd dat stuk aan het vertellen is. Of Xander zit ondertussen ook erin. Gewoon, dat is een soort vertelvorm. Vertelvorm, ja. Brian Regan is ook een soort van stramien dat soms, dat ik denk van, ah, dat is precies wat je aan de richting van... Dat is mijn versie van Brian Regan. Ja, natuurlijk. Maar dat is wel zo, dus ik bekijk wel heel veel comedy, maar het laatste jaar echt niet. Heel veel Netflix-series bekeken en zo. En muzikaal? Want ik ken er natuurlijk weinig van, maar ik heb het gevoel dat je ook wel een beetje gitaar, dat je dat ook wel terug vastgepakt hebt. En dat je in de vorige show zat er geen gitaar. Ja, maar dat je ook beter aan het spelen bent ofzo, of kan dat? Of is dat niet? Of lijkt dat maar zo? Nee, dat is pas de laatste drie weken terug opgefrist. Maar misschien wel wat met groter enthousiasme en daardoor misschien wel wat helderder gespeeld. Maar daar heb ik nu niet... Maar echt, mijn grootste bezigheid de laatste anderhalf jaar was echt gewoon in mijn atelier zitten en... Ja. En dingen maken, digitaal, analoog, nieuwe machines leren kennen... Dus ja, dat zijn dingen die ik nu wel kan gebruiken om mijn decorstukken mee te maken. Zalig. Heb je daar al een zicht? Ja, ik bedoel, dit was try-out nummer 1. Je gaat er nog twee doen. Ja. Heb je al zicht op het eindplaatje? Of ja, nog, toch wel. En dat is echt de eerste keer dat zo snel komt. Maar ik ga het nu niet verraden. Nee. Maar de rode draad is een flesje water. Ja. Dus je hebt wel een eindpunt. Je hebt wel een eindpunt vooral. Ja, dat wel. En ook wel attributen die ik wil maken, waar ik niet volgende week, want dat is te snel, maar ik denk de try-out daarna. De vierde is dat. Ja, dan ga ik een soort elektrocutiehelm ding. Oké. Ja. Ja, dat ben ik nu heel benieuwd naar. Dingen voor aan het programmeren. Hey, de show Influencer, ja, je gaat die try-out in het najaar en dan januari première. Yes. Ja, eind januari in Gent, in het NTG. NTG. Ik weet niet, 27, 28. Ja, goed, mensen moeten naar bekijken. Ja, op de website. En dan, ja, een behoorlijke tournee erachter. Super. En dan, ja, een reprise-tournee natuurlijk, als het dan wel mag. Alles gewoon een jaar vooruit geschoven. Meer dan een jaar vooruitgeschoven eigenlijk zelfs. Wat eerst een half jaar opgeschoven en dan een jaar opgeschoven. Ja. Voilà. Maar hey, blij dat we het godverdomme... Ja, de kop is eraf. De kop is eraf, man. Yes, het was zalig. Het was heel erg leuk. Thanks. Henk, enorm bedankt voor het gesprek. Het was gezellig. Ja, het is toch gezellig. Kijk, nu doe ik het licht uit. Kijk, ben ik daar. Hop. Oh!